goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben lekker aan het fietsen. En er staat redelijk wat wind, dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen verstaan. Ik hoop dat ik zo een beetje de wind blok en dat het horen is. Ik ben lekker even aan het fietsen, lekker een stukje banaan aan het eten. En ik wou het heel even met jullie hebben over twee onderwerpen. De ene is de Pig Save Movement hier in Nederland en de andere is het horrorslachthuis. Dus, zo wordt het genoemd door de NOS. En waarom wil ik het met jullie hebben? Daarover, ik merk dat je als je veganistisch gaat eten of plantaardig gaat eten of vegetarisch gaat eten, dat je dan heel makkelijk af en toe vergeet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En kennelijk is dat iets wat in fases wel meer en minder gebeurt. En kennelijk heb ik daar momenteel wat meer last van. Omdat voor mijn gevoel de beide samen een beetje komen. Ja, dus kennelijk ga je door bepaalde fases heen van erkenning en daarna weer ontkennen voor jezelf, omdat het gewoon heel lastig is om mee te leven, omdat je weet dat dat gebeurt. En soms ben ik daar wat meer bezig en andere momenten ben ik daar wat minder mee bezig. En ja, voor mijn gevoel komt nu lijkt wel alles een beetje samen, alles tegelijkertijd. Holly Maria is de Pig Save Movement hier in Nederland gestart. En ik vind het echt ontzettend leuk. Het is niet dat ze die beesten kunnen redden, helaas. Maar meer een soort van awareness spreiden. Ik ben nog steeds niet goed in hoe ik dat precies moet filmen of opnemen. Dus ik heb gewoon het beeld gefilmd. After my previous video about the Boxel Pig Save, one of my viewers asked me if I could please do a short video explaining exactly what an animal save is, as there seems to be a bit of confusion among some people thinking that the word save literally means we are going to rescue animals from the trucks and bringing them home, and people are concerned, where are these animals going to go then, and you know, what are we going to do with the rescued animals? That's not what an animal save is about. We are not physically going to bring animals home, taking them from the trucks or from the slaughterhouse. They unfortunately are still going to their deaths. So let me explain to you what the purpose of a save actually is. So the purpose of an animal save is actually twofold. Firstly, it's to be there for the animals that are going to their deaths. So activists meet in a group to get close to the trucks where the animals are transported on to the slaughterhouse. So it's usually near or by a slaughterhouse where this happens. And the activists then try and get as close as possible to the animals so they can pat them, give them a little bit of water as they're often dehydrated, make eye contact with them, be there for them, and try and communicate with them that they are being seen, that their lives are not just forgotten and ignored, and just trying to be there for them and to try and share the suffering with them. The second point of an animal save is to spread awareness. So typically activists will bring their phones and their cameras and their video cameras and take lots of footage which they can then share on social media. A lot of people do live Facebook videos or Instagram stories or Snapchat, or they could even make a video and upload it to YouTube, as I will probably be doing tomorrow. And the reason for this is to spread awareness and to help people to make the connection between the piece of meat that's on their plate and the past that piece of meat has, because every single time a person eats a piece of meat, that came from somewhere, you know, it didn't just fall from the sky. And the reason why people at animal saves then spread these videos on social media is to help people make that connection that, you know, when they look into the eyes of an animal, there's someone in there. That piece of meat was a someone. So the aim is to save animals in the long run. Like when you look at the big picture, to try and get people to understand that it's not necessary to eat meat. and it's not necessary to contribute to the death and suffering of billions of animals, that they can choose at any moment to stop that. And we are hoping to make people realize that when they see footage of animals up close and personal right before they are being killed. Because I have seen animals like that, and I can tell you that you can sense their fear. You can really feel that they know what's coming, and you can't help but have compassion for them. And that is why we are filming videos and putting it all over social media to spread awareness. En het horrorslachthuis. Ja, ik neem aan dat je hebt slachthuizen en slachthuizen. Volgens mij gebeurt er uiteindelijk hetzelfde. Volgens mij gaan uiteindelijk beesten toch dood. Want anders kan jij ze niet op je bord hebben als je, zeg maar, niet vegetarisch bent. En niet veganistisch bent. En ik merk dat ik dit stiekem toch een lastiger onderwerp vind om over te praten. Het is natuurlijk niet de mooie kant. Het is natuurlijk niet de leuke kant van het leven. En heel veel mensen gaan altijd vanuit, ja, Eve, jij bent altijd positief. En ik ben ook positief, want er zijn steeds veel meer vegetariërs, steeds meer veganisten. Het wordt door steeds meer grotere organisaties gespreid van, het is beter voor jezelf, voor je milieu, voor de dieren natuurlijk. Dus er komt steeds meer beweging in het gebeuren. Dus daar ben ik heel blij mee, heel positief over. Maar ik vind wel dat dit soort dingen ook af en toe verteld moeten worden. En dan hoor je een slager vertellen, of tenminste, ik lees het, want ik ga niet eens op video kijken, want daar ben ik gewoon te scheiterig voor. Plus, wat heeft het voor meerwaarde? Je weet dat die beesten doodgaan, dus wat heeft het voor zin om daar nog extra naar te gaan kijken? Maar in elk geval, dan lees je dus in een eerste alinea al dat de slagers verbaasd zijn. Dan denk ik, hoe kan je verbaasd zijn? Je weet toch dat die beesten ook dood bij jou binnenkomen? En dan snap ik best dat er verschil is tussen slachthuis en slachthuis. Maar volgens mij, die beesten weten heel goed waar ze naartoe gaan. Volgens mij weten die beesten redelijk goed wat er gaat gebeuren. En ik denk niet dat alles heel zachtzinnig gaat. Ondanks dat wij met z'n allen het gevoel en de illusie hebben dat alles gewoon mooi gaat. En dat ze misschien wel liefdevol in slaap gezongen worden. Zoals ik laatst op mijn Instagram post had gezet. Het verbaasde me wel hoeveel reacties daarop kwamen. En dat het toch kennelijk wel wat meer leeft dan dat ik had verwacht. Wel leuk. Goed. Het is een van de onderwerpen die ik heel lastig vind, maar ik wou hem toch even aantouchen hier zo. En maak je dag een mooie dag en kijk er met blijdschap op terug. Dat is ook wel belangrijk, hè? Goed, heb je vragen, opmerkingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En hoop ik zie ik je in de volgende video.